welkom bij deze nieuwe video. Jongens, dit is een video die ik nog nooit heb gemaakt en ik ben er zo enthousiast over. Want ik ga vandaag producten testen van BN'ers. BN'ers zijn bekende Nederlanders. Ik heb van alles. Het is niet alleen make-up, er is wel obvious ook make-up. Maar ik heb make-up, ik heb kleding, ik heb sportdingen, ik heb echt van alles. Ik moet zeggen, toen ik op zoek was naar BN'ers met eigen producten, we hebben er niet echt heel veel. Ik was echt op zoek gegaan, ik heb er ongeveer 3-6 gevonden. Dus mocht je aan het einde van de video iets hebben van Sarah, jij bent die en die en die vergeten, let me know in de reacties en dan maak ik misschien een deel 2 van deze video. Maar ik heb er toch wel een aantal gevonden. Oh jongens, ik moet hoesten en ik krijg helemaal tranen. Vandaag is het dus gewoon lekker Nederlands, dus allemaal makkelijk te bestellen voor jullie. Alles wat ik vandaag ook bespreek staat beneden in de beschrijving en ik kan echt niet wachten. Ik ben zo benieuwd naar alle producten, dus laten we gewoon snel beginnen jongens. Vind je het nieuw wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week en dan gaan we snel beginnen met deze video. We gaan vandaag eerst beginnen met alle make-up. Ik heb even kijken 3 BN'ers die iets hebben van make-up, dus we gaan daarmee beginnen en dan ga ik me daar gelijk mee opmaken. En we gaan beginnen met dit pakketje hier. Ik heb alles ook nog helemaal niet unboxed. Dus we gaan ook echt samen unboxen. Dit pakketje is van OJ Goulson Beauty. Ik denk dat iedereen haar wel kent. Zij heeft een hele beautylijn. Ik heb ook in het verleden een aantal producten van haar lijn getest. En ze waren volgens mij, als ik me herinner, ook best wel gewoon oké. Dus ik ben benieuwd. Ik heb een aantal nieuwe producten bij haar besteld. Dus laten we het doen jongens. Oh my gosh. Ik heb bij haar vooral gezichtsproducten besteld. Dit is dan hoe het er van binnen uitziet. Jongens, wat hebben we allemaal? Ik heb een beauty sponge. Ik heb een foundation. En ik heb een primer die kleiner is dan dat ik had verwacht. Oké. Oeh, ik heb ook dit erbij gekregen. Een andere kleur van de foundation volgens mij. Oh nee, dit is handig jongens. Ik heb dus gewoon de kleur online gegokt. Ik hoop gewoon dat die matcht. Maar ze hebben dus die kleur ook in zo'n kleine verpakking gestuurd. Voor het geval die niet matcht, dan is deze nog niet gebruikt. En dan is die gewoon nog terug te sturen. Dat vind ik echt, echt heel goed. Want hoe vaak jongens matchen wij verkeerd? Dat vind ik echt, echt 10 punten. Dat is echt een grote pluspunt. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Echt, ik vind dat echt geweldig. Dat is echt top. Ik heb ook dit erbij gekregen. Een hartje. A new day has come and it's beautiful. So act like it. Dit vind ik wel echt heel cute. Dit zijn al de kleuren. Er zijn niet veel kleuren. Dat had ik ook al gezien online. Ze mogen echt wel wat meer kleuren uitbrengen. Want dit zijn alle kleuren letterlijk. Dat is echt niet genoeg. Oké, nou laten we het gewoon doen. Jongens, de verpakkingen zijn heel mooi. Heel chic. Ik ga eerst beginnen met de primer. Die is echt veel kleiner dan dat ik had verwacht. By the way, ook fijn is aan dit merk is ze hebben ook bundels. En dan bespaar je wat geld. Dat is dus top. Oké, nou dit is hem dan. Dit is de Miracle Blurring Stick. En hij kost €13,95. Ik zie dat hij is uitverkocht. Oh my gosh, maar hij zal vast wel terugkomen. En dit moet dus je huid blurren. Dus heel mooi egaal maken. En vooral hopelijk hier bij de poriën. Want die willen we altijd wat minder hebben. Er staat ook online dat hij mat maakt. En hij is dus klein en handig voor zakformaat. Mocht je hem willen meebrengen. Ik weet niet wie zijn primer zou willen meebrengen. Maar laten we hem openmaken. Oh, hij ruikt echt naar helemaal niks. Hij is een beetje zo peachy. Zien we dit? Ik ga het gewoon eerst zo hier rechts aanbrengen. Om te zien of ik echt verschil ga zien. Dus ook echt ideaal voor mensen met een vettige huid heb ik niet. Ik heb een droge huid, maar whatever. Ik ga het eerst eventjes zo hier doen. Oké, het heeft nou een beetje hier rood gemaakt. Ja, het heeft echt een beetje smooth gemaakt jongens. Dit is echt mijn probleemgebied hier. Ik zou dit niet over mijn hele gezicht aanbrengen. Echt alleen zo op de probleemgebieden. Oké, de kleur gaat wel weg. Ik was bang dat het echt kleur afgaf. Ja, ik zie zeker verschil met hier en hier. Het heeft echt opgevuld en meer smooth gemaakt. Ik ben in shock. Ik ga dit even met mijn phone laten zien. Oké, mensen, ik hoop dat jullie het een beetje zo kunnen zien. Kijk, hier zie je echt nog heel veel grove poriën. Terwijl hier echt een stuk minder. Zie je dit verschil? Heeft het echt smooth gemaakt. Ik ga het ook gelijk hier zo aanbrengen. Dan kunnen we gelijk het zien werken hopelijk. Oké. Okay. Oh my god, mijn huid is echt horrible. Zo close up. En dan gewoon zo een beetje indrukken. Oké, okay, even wachten. Want nu is het nog rood. Dat rode gaat dus wel weg, hebben we net gezien. Dit was by the way bij de kin. Kijk even dit. Jongens, zien jullie wat ik zie? Het is echt helemaal egaler geworden. Veel beter dan net. Oh my gosh. Ik zie echt zo, oh, de kleur is nou aan het weggaan.
Echt fantastisch. Super handig dit. Het maakt echt smooth. I love it. Dan gaan we nou in met de foundation. Ik zal even beginnen met de spons. Dit is de Blender Spons. En hij kost €6,95. Ik vind ook de prijzen echt top. Gewoon echt in de medium categorie. En ook gewoon lekker betaalbaar voor de meeste mensen. Vaak zie je als een BN'er met een eigen product uitkomt. Dat het echt reet te duur is. Maar dat is hier dus niet het geval. En dat vind ik heel fijn. Want dan is het wat meer toegankelijk voor meer mensen. Deze ga ik eventjes nat maken. 5 minutes later. Oké, ik heb hem nat gemaakt. Hij is echt gegroeid en hij is super zacht. Ik heb net een aantal oude sponsen weggegooid die gewoon oud waren. Dus ik ben toe aan een nieuwe. Deze voelt heel zacht aan. Voelt wel heel fijn aan. Oké, dan hebben we hier de foundation. Laten we hem openmaken. Ook weer deze prachtige nude verpakkingen. I love it. Heel chic. Oeh, dit is hem dan. Dit is de Airbrush Foundation en hij kost €24,95. Oké, super aparte verpakking. Ik denk dat de kleur wel gewoon goed gaat zijn. Welke kleur heb ik überhaupt? Ik heb de kleur medium light. Kijk even dit. Oké, en het komt er dan zo uit. Dit hebben ze wel echt letterlijk nagemaakt van die van Beauty Blender. Die heeft precies zo een verpakking. En die is ook de enige die er zo uitziet. Dus ze hebben een beetje inspiratie daarvan opgedaan. Maar het is oké. Kan dit eraf? Dit zo? Dit is wel echt heel handig ook voor to go. Ja, dit kan eraf. Gewoon zo een spiegel. En dan moet je gewoon zo hier drukken. En dan komt het zo hier uit. Ik ga even wat claims bekijken over deze foundation. Echt super veel tekst. Oh my gosh. Niemand heeft tijd om dat helemaal te gaan lezen, jongens. Kort en krachtig alsjeblieft. Oké, hier staan wat claims. Geeft een langdurige semi-matte dekking. Bevat skincare ingrediënten zoals rozenwater en peptides. Beschermt de huid met SPF 20. Maakt make-up gebruiken gemakkelijk door het portable design. Oké, en wat ook handig is als je een beetje twijfelt over welke kleur je moet hebben. Ze hebben ook een foundation finder. Dus daarmee is het wat makkelijker om je kleur te matchen. Ik moet zeggen, dit merk heeft echt heel veel handigheidjes voor ons. En daar hou ik echt van. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik wel goed heb gegokt. Oké, komt het er gewoon zo uit dan? Ja, kijk. Oké, en dan pak ik het gewoon zo met deze spons. Ik ga stuk. Ik vind het zo grappig. Oh, hij is een beetje donker. Maar ik denk dat ik er wel mee wegkom. Vooral straks als ik weer bruin. Ik ga weer binnenkort bruinen, jongens. Want ik voel me nou echt te licht. En dan gaat hij echt perfect matchen. Voor nu is hij een beetje te donker voor mij. Maar ja, whatever. We gaan het er gewoon mee doen. Want ik heb niks anders. Gewoon een beetje doortrekken tot aan de nek. Hij is ook zweet- en waterproof. Hij hydrateert. Echt, er is echt van alle soort claims. Het heeft een beetje een medium dekking als ik er zo naar kijk. Oh jongens, deze kleur is echt niet mijn kleur. Nou ja, we gaan gewoon hierna wat meer concealer aanbrengen. En dan maken we het iets lichter. En dan met het beetje wat nog hierop zit, pak ik er gewoon zo van af. Het is wel echt makkelijk op te pakken. En dan ga ik bij mijn voorhoofd. Ik vind het er echt heel mooi eruit ziet. Het is absoluut niet helemaal mat. Ik zie echt nog een klein beetje een glans, een beetje een natural glow. En dat vind ik op zich wel mooi. Medium dekking. Voor nu vind ik hem op zich er wel mooi uitziet. Ik ben heel benieuwd hoe die de hele dag blijft zitten. Ik hou jullie op de hoogte. En deze spons is echt rete fijn. Deze moet je echt gelijk halen. I love it. Hij voelt gewoon echt als de echte beauty blender. Echt alle drie vind ik fijn. I like it. Daar ben ik weer. Ik heb even mijn gezicht afgemaakt. Concealer, poeder en een neuscontour. En that's it. Nu ga ik beginnen aan de ogen. En hiervoor gaan we naar Nikki Tutorials. Ik denk dat iedereen het nu wel weet. Maar Nikki komt gewoon uit Nederland. Ondanks dat haar video's allemaal in het Engels zijn. Vroeger wisten echt heel veel mensen dit niet. Inclusief ik toen ik haar had ontdekt. Ik dacht zij is gewoon van LA of whatever. Maar ze is gewoon van hier. Like oh my gosh. Dus natuurlijk moesten we haar ook erbij doen. Zij heeft haar eigen make-up en merk Nimia. Die heeft ze net een jaar volgens mij. Net nieuw. En ze is uitgekomen met een nieuw paletje in volgens mij november. En ik dacht dit is echt het perfecte product om te gaan gebruiken voor de ogen. Voor €50 heb je dit paletje. Is op zich wel gewoon een normale prijs. Ik heb nog nooit iets van haar make-up lijn getest. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Oh my gosh. Hij is te halen gewoon op haar eigen website. Of gewoon bij Douglas. Ik heb hem dus daar gehaald. En ik heb toevallig vanochtend haar hele video hierover gezien. Mocht je echt een uitgebreide uitleg willen over dit paletje. Bekijk dan eventjes haar reveal video. Oeh, dit is dan wat erin zit. Ook een klein boekje of zo. Oh, wat leuk! Met alle kleuren, de namen, uitleg.
Dit vind ik wel echt een heel leuk extraatje. Ik hou altijd van al die extra stuff. I love it. En allemaal verschillende looks die je kunt namaken. Deze is wel echt heel mooi. Zo licht roze. Fun fact. Alle foto's en alle looks en alles wat je ziet in heel deze lijn zijn allemaal gemaakt door haarzelf. Deze look is obviously gemaakt door haarzelf. Maar ook deze hele foto. En alles heeft ze gewoon gedaan bij haar thuis. Dus heeft ze geen hulp bij gehad. En dat vind ik wel extra props waard. I love it. Dat heeft ze echt heel heel mooi gedaan. Dus dit vind ik echt heel handig mocht je inspiratie willen. En het is een pressed pigment paletje. Heel mooi oranje. I love it. Haar hele lijn is zo blauw en oranje. Laten we even kijken. Dit is ook de eerste keer dat ik het zie. 15 prachtige kleuren. Je hebt matte kleuren en glanzende kleuren. En het zijn allemaal pressed pigment. Ik kan niet wachten om hier een look mee te maken. Ik vind de kleuren echt heel mooi. Je hebt heel veel neutrale kleuren, maar ook een aantal pop van color. Deze oranje, deze blauw. Deze zijn ook allemaal heel mooi. Oh, echt fantastisch. Vooral deze kleur hier is heel uniek, want het is een mix van goud en zilver. Dus dat maakt het echt een beetje een unieke kleur, zeg maar. Oh, wauw. Die is echt heel mooi. Die ga ik denk ik vandaag gebruiken. Maar ik wil ook deze twee kleuren gebruiken. Oranje en blauw. Ja, ik ga hier eventjes een look mee creëren. Kijk hoe mooi dit is. Dit is dan de hele look. Jongens, is het niet fantastisch? Het is echt een goed paletje. Ik ben in shock. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik had niet anders van haar verwacht. Echt, echt top kwaliteit. Fantastisch. Amazing. Ik raad hem zeker aan. And that's on period. Dan gaan we verder met de volgende BN'er. En dit is het laatste qua make-up. En ik heb hier dus een pakketje van Nouche. Van Anna Nouching. Ik moet zeggen, ik heb vaker make-up producten getest van Nouche. Waren niet altijd de beste producten. Het was een beetje medium, een beetje moi. Ik vond ze niet zo goed als bijvoorbeeld die van Roljay. Maar ik ben weer heel benieuwd naar deze producten. Ik heb even kijken 3 producten besteld. Dus laten we kijken wat we hiervan vinden. Wel weer heel mooi verpakt, zo mooi roze. Oeh, ik heb het echt zo ontvangen in zo'n pakketje. Prachtig. Deze look is ook echt heel erg mooi. Dan als je het openmaakt, is dit wat je ziet. En hier zijn de 3 producten die ik heb besteld. En nog allemaal wat extra shizzle. Hier een boekje met uitleg over alle producten. Hier is hun bloemcollectie. En oh my gosh, stickers. Dat is wel echt heel cute. En that's it. Ik vind het bijna zonde om dit weg te pleuren. Het is zo mooi. Misschien dat ik het gewoon nog hergebruik of zo. Oké, wat heb ik besteld? Een paletje, lipgloss en een spray. Ik ga beginnen met dit paletje. Dit is het Nouche Face the Day paletje. Hij kost €12,99. En het bevat 2 kleuren. Oké, jongens. Dit is dus een klein gezichtspaletje. Wat ik wel een beetje mis is. Zeg maar allemaal na 3, 2, 1 en spiegel. Dat was hier echt ideaal in geweest. Was handig geweest voor op reis. Dus dat vind ik wel een beetje een gemiste kans. En dan heb je hier een bronzer en een blush. Ik moet zeggen, ze glanzen allebei best wel veel. Ik ben niet zo'n fan van een super glanzende bronzer. Een blush wel. De blush mag wel lekker glanzen van mij. Dus... ja, maar misschien is dit ook wel handig als een blush voor misschien een donkere huidskleur of zo. Ik zal ze even allebei swatchen. Oeh, deze blush is wel echt heel mooi. Ik moet ook zeggen dat ik het vooral eigenlijk gewoon voor de blush heb besteld. Oh, van deze bronzer komt echt gewoon bijna ook niks vanaf. Dit zijn dan de 2 kleuren. Ja, die bronzer ga ik gewoon overslaan, eerlijk gezegd. Ik ga gewoon in met de blush. Of misschien mixen. Misschien zo allebei mixen, maar wel gewoon aanbrengen als hoe ik een blush zou aanbrengen. Oké, best wel wat pigment. Je moet wel een beetje rustig aanbrengen, want het is echt... veel. Ik moet zeggen, het geeft me een beetje goedkope vibes, eerlijk gezegd. Dit is echt zo van die make-up die je haalt bij de Action. Die zo overdreven veel glanst en zo. En ook zo overdreven roze en heftig. Nee, jongens, dit paletje, de kwaliteit... nee, I don't like it. No. We gaan gewoon verder met het volgende product. En dat is een gloss. Dit is de Nouche Honey Dipped Lip Gloss. En hij kost €8,99. Ik moet zeggen, deze gloss ziet er heel mooi uit. Ik vind de verpakking heel mooi. Niet zo cheap als dit paletje. En ook deze kleur is mooi. Is er een kleurnaam? Ik denk dat Honey Dipped gewoon de kleurnaam is. Laten we kijken. Oh, een prachtige bruine kleur volgens mij. Ja. Kijk dit. Oh, I love bruin, jongens. Bruin is echt mijn fave nude. Dus dit is echt fantastisch voor mijn huiskleur, denk ik. Ik ga hem eerst alleen aanbrengen. En dan hoe ik het normaal zou doen met een lippotloodje. Ja, echt heel mooi. Hij voelt ook lekker goed en dik aan. Gewoon kwalitatief echt goed. Dit is dan de kleur als je hem gewoon alleen aanbrengt.
Maar jullie weten, ik moet altijd alles met een lippenpotten een leutje aanbrengen. Want dan is het gewoon echt veel mooier. Dus ik ga het hier even afhalen. En dan ga ik natuurlijk in met mijn Morphe Sweetie lippenpotleutje. Kijk dit jongens, is dit niet echt de perfecte nude en ik hoef ook niet veel aan te brengen. Deze vind ik heel fijn en hij ruikt ook lekker. Dan als laatste deze spray. Dit is de Nouge Fresh Air Fixing Spray en hij kost €9,99. Oké, deze moet er dus voor zorgen dat je make-up gewoon goed blijft zitten en een beetje hydrateert. Laten we kijken wat hij doet. Even keer sprayen. Ik zie al, het is een beetje een agressieve spray, maar oké. Ik moet wel zeggen, oh. Hij ruikt lekker, maar een beetje too much. Echt, de parfum hierin is insane. En kijk hoe die hydrateert. Hij is super nattig. Oké. Ik moet wel zeggen, ik vind de geur wel echt gewoon lekker. Oh, wauw. Hij heeft mijn gezicht echt heel mooi gehydrateerd. Oké, dat had ik niet verwacht. Daar moet je wel van houden. Als je houdt van een matte look, dan is dit niet de spray voor jou. Oh. Want hij hydrateert echt extreem. En hij geeft echt een glow aan je gezicht. Ik moet zeggen dat ik er persoonlijk wel van hou. Maar het is echt een persoonlijke voorkeur. Als jij niet houdt van die look, als je al een hele vettige huid hebt. En juist er helemaal niet zo wil uitzien, dan is het echt niks voor jou. Maar als je een droge huid hebt, als ik. Of je wilt gewoon wat meer glow op het einde van je make-up. Dan is dit wel echt fantastisch. Oké, mensen, ik wil jullie even een foundation update geven. Het is nou 4 uur in de middag en net was het 9:30 in de ochtend. Dus het zit wel eventjes op en het zit op zich nog wel goed. Ik zie wel dat mijn huid iets vettiger is dan normaal. Tenminste, iets vettiger lijkt, iets meer glowy vettig, zeg maar. Maar ik denk dat het echt door de spray komt, want die was echt best wel vettig. Dus ik denk dat ik hem misschien iets te veel vind hydrateren. Het is misschien een beetje too much, want ik denk echt dat het echt door die spray komt, want dat was echt het effect die ik ook toen al gelijk een beetje zag. Maar nu na een aantal uur vind ik het er toch gewoon meer eigenlijk gewoon vettig uitzien in plaats van glowy. Dus die spray breng ik niet meer aan. Maar ik moet zeggen, de foundation, oké dan. Het zit echt nog wel goed. Het is nog helemaal niet gaan opbreken om mijn neus. Hier een klein beetje om mijn mond heen, maar ook echt bijna niks. Dus I like it. Deze ga ik zeker vaker proberen. Nou mensen, dan is de hele make-up look af. Ik vind echt dat ik er mooi uitzie. I like it. Vooral deze ooglook echt fantastisch. We gaan verder met de volgende BN'er. En dat is Monica Geuze. Ik was helemaal niet op de hoogte dat zij producten heeft uitgebracht onder de naam Molly May. Molly May. Ah, wie is Molly May? Wat zeg ik allemaal? Ik bedoel Sophia May. Dat hebben jullie mij laten weten, dus super bedankt daarvoor. En ik heb hier het pakketje binnen. En ze hebben echt van alles. Ze hebben geurkaarsen, roomspray, schriften, bodyglow. Het is een beetje een meer lifestyle brand. En ik moet zeggen, de prijzen zijn hoog. Ik was een beetje in shock. Monica staat ook niet per se bekend om betaalbaar zijn. Alles ook wat zij gebruikt en alles is altijd duur. Dus ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Dus ik ben benieuwd of het ook echt die prijs waard is. En ik heb 2 producten besteld die ik even ga openen. En ik heb ook echt 2 hele verschillende producten besteld. En dit zijn de 2 producten die ik heb besteld. Dit is volgens mij, wat heb ik ook besteld? Oh ja, een glow voor het lichaam en een hele grote schrift. Ik had niet verwacht dat die zo groot zou zijn. Oh my gosh, ik verwacht echt gewoon een klein schrift. Maar hij is echt groot en zwaar en dik. Echt kwalitatief heel goed. Gewoon echt net een normaal echt boek. Dus ik ben al gelijk in shock hiervan. Dus laten we kijken. Ik vind de kleuren ook heel mooi. Zo nude groenachtig. En ook hun verkopen bundels als je wat geld wilt besparen. Maar natuurlijk was dit geen bundel, dus moest ik gewoon een volle map halen. Ik ga beginnen met dit product en deze heet Goddess Glow. En dit is een glanzende body olie of crème of wat het ook is. Laten we kijken. En er staat online dat het je lichaam echt de prachtigste glow geeft. Dus ik ben benieuwd. Oeh, dit is hem. Hoeveel krijgen we? Hoeveel milliliter? 150 milliliter, oké. Het is een lichaamsolie met gouden glitter er doorheen. Er staat wel bij, let op met kleding, het kan vlekken achterlaten. Ik heb dus nou een hemdje aan, dus ik heb best wel wat huid exposed. Dus ik wil het gewoon een beetje hier doen en zo, denk ik. Nou ben ik wel een beetje zenuwachtig voor mijn kleding. Ik hoop niet dat het nou vlekken gaat achterlaten, maar we will see. En ik heb ook deze handige brush die ik kan gebruiken. Deze is van Catrice. Ik ga het zo op de kwast aanbrengen. Het is echt super duper goud. Mensen, kijk even dit. Misschien is het iets te goud, maar we will see. Oké, ik ga het gewoon eerst hier aanbrengen. Dan kunnen we het verschil zo meteen zien met links en rechts. Nou, op zich valt het wel mee. Dat is wel fijn. Het is niet zo oliewaterig. Dat haat ik altijd. Dat het zo overal heen gaat. Het is best wel... Het is meer een crème of zo. Oeh, het ruikt ook echt heerlijk. Kijk deze glow hoe mooi. Kijk even het verschil nou met hier rechts. Hier is het gewoon helemaal mat en saai. En hier is het zo mooi glowy. Zien we dit verschil?
Ik vind het echt heel mooi. Dit gaat prachtig zijn op je benen, jongens. Ik ga het even gewoon over mijn hele armen doen. Gewoon voor een mooie glow. Oh, dit gaat echt fantastisch zijn. Oh, wauw. Jongens, kijk dit verschil. En het is helemaal niet too much. Toen ik er zo naar keek, ik had echt iets van... misschien is het iets te veel goudgeel of te veel glans of whatever. Maar het valt echt mee. Het is echt heel mooi. Ik wil het ook een beetje zo hier aanbrengen. Oh, die geur is ook echt best wel heftig, maar wel heel lekker. Jongens, deze glow, het is nou hier een beetje rood, maar dat gaat zo weg. Ik heb gewoon echt een gevoelige huid. Het wordt altijd echt gelijk rood. Maar jongens, is dit mooi of is dit mooi? Heel mooi. Echt de prijs ook waard. Echt fantastisch. En dan gaat hij weer zo dicht. En dan voor de extra heb je ook nog dit. Om er zo op te doen. Zo. Tada, dan is hij weer dicht. Nou, ik ben nu al impressed. Je ziet heel vaak met bekende mensen dat ze iets heel duurs uitbrengen. En dan is de kwaliteit gewoon absoluut niet goed. Ik ben bereid meer te betalen als de kwaliteit ook echt meer is. Echt beter is. En ik moet zeggen, ik heb ook een aantal meer betaalbare. En die zijn niet zo goed. Ik heb hier bijvoorbeeld van Colourpop ook een glitterolie. Maar die is echt super duper waterig. En hij gaat er ook snel vanaf. Terwijl hier is dat niet het geval. Deze is meer vast op je huid geplakt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus je ziet al gelijk echt kwaliteitsverschil. Dus ja, ik moet zeggen, I like it. Next up heb ik dus dit halve boek gewoon. Dit is echt een boek. Ik vind het niet eens meer een schrift. Dit is een gratitude journal. En dit is dus gewoon zo'n boek om gewoon op te schrijven waar je allemaal dankbaar voor bent. Ik vind dat altijd heel belangrijk om te doen. Ik ben ook echt zo'n persoon. Elke ochtend sta ik stil bij de dag ervoor om echt na te denken over wat is er gebeurd, wat ging goed, wat ging niet goed en wat kan ik groeien, wat vind ik fijn. En ook vooral waar ben ik dankbaar voor. Dus dit leek mij heel leuk om toe te voegen aan mijn ochtenduurtje die ik altijd heb voor mezelf. En het is echt heel mooi. Hij is ook 22 euro. Ook weer wel wat voor die prijs. Maar laten we het openmaken. Dit is dus bladzijde 1. Muse. Dit is echt heel leuk gedaan. Echt zo sprookjesachtig of zo. Hier staat I am Sophia May. Who are you? Dus je kunt hier wat informatie opschrijven over jezelf. En dan is hier gewoon allemaal... nog extra gedoe. Write your goals. Dus goals die je misschien hebt. En dan de rest is allemaal een beetje zo. Hier schrijf je de dag op. En dan hier waar ben je dankbaar voor. En allemaal zo van die vragen die je kunt beantwoorden over jezelf. Is het niet echt te leuk? Oh my gosh. Ik heb ook gezien dat wanneer ik echt terug reflecteer op alles. Alles ook echt beter gaat de volgende dag. Dus zoiets vind ik echt super handig. Dus ja, echt heel leuk dit. Ik ben hier echt heel blij mee. En ik ben ook echt impressed met de kwaliteit. I love it. Ik heb zeker geen spijt. Dus dit zijn allebei twee echt hele goede producten. Dan de volgende BN'er is Jolante Cabau. Ik heb hier een heel pakketje van haar. Van haar lifestyle brand Cabau Born to Bloom. En ik moet al zeggen, ik vind haar brand echt geweldig. Ik heb ook al een keer met hun samengewerkt. En het ging ook echt fantastisch. Echt de meest aardige mensen. I love it. Dit heb ik gewoon betaald, besteld. Dit heb ik niet van hun gehad of zo. Maar ik dacht, laat me nog een aantal andere producten testen. Zij is vooral sporter. Dus allemaal sportoutfits, shakes en allemaal dat soort shit. Dat heb ik allemaal niet besteld, want the girl sport niet. Maar ik heb wel een aantal andere producten besteld. Laten we kijken. En dit is dan de inhoud. Zo, als je kunt zien, heb ik ook sportkleding. Ondanks dat ik niet sport. Dat zijn deze. En ik heb ook nog iets anders. En ik ga beginnen met het andere. Want dit zijn geurstokjes. Die hebben ze ook een aantal. Ze zijn wel echt heel groot. Oh my gosh. Dat had ik niet verwacht. Ze hebben een aantal geuren. En ik heb de Calm geur. Ik dacht dat ik kan mij dan misschien een beetje kalmeren. Laten we hem openmaken, jongens. Ik ben benieuwd naar de geur. Wow, hij is echt heel groot. Dat had ik echt niet verwacht. Alles is ook best wel gewoon een goede prijs. Niet al te duur. Ook niet heel cheap, maar gewoon een beetje de normale categorie. Ik vind dit er echt heel mooi uitzien. Laat me hem even ruiken. De geur is magnolia en jasmine. Oh, hij ruikt heerlijk. Oké, jongens. Ik kan geen geuren beschrijven. I don't know. Handgemaakt in Italië. Nou. Ook echt goed materiaal. Het is gewoon van glas gemaakt. En dit zijn de stokjes. En dit is dan hoe het er gewoon zo uitziet. Oh, echt. Deze geur is echt... I love it. Ik ben hier al echt heel happy mee. En dan heb ik hier nog wat sportkleding. Want die heeft ze heel veel. Echt, er is letterlijk bijna alles uitverkocht. Dit was nog de enige kleur in mijn maat. En ik heb ook iets in echt maat XS. Want M was er niet meer. S was er niet meer. Dus...
Ik pas echt geen XS, maar ik ga het gewoon proberen. I don't know. Maar ik heb dus deze set besteld in het oranje. Ik ga beginnen met de broek. Je hebt dus een aantal kleuren. Je hebt oranje, lichtpaars, donkerpaars. Dat was de kleur die ik eigenlijk wilde. En je hebt gewoon zwart. Maar goed, we gaan het gewoon nou doen met oranje. Ik heb dus hier de broek. Die was wel in mijn maat, denk ik. Ik heb even kijken. Ik heb maat M, maar iemand zei het valt klein. Dus ik heb maat L gedaan. En dit is dan de broek. Hij is kwalitatief best wel goed. Lekker veel stretch. Ik weet niet nou of L te groot gaat zijn, maar we will see. Deze kleur is wel echt heftig en er zijn van die gaten in. Maar het is niet echt een gat, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon voor de sier, I think. Normaal heb ik M en dan nu L. Dan heb ik hier de top die erbij hoort. En deze heb ik volgens mij in maat XS, want elke maat was uitverkocht. Ja, deze is XS. Oh, kijk hoe klein! Ik ga proberen mij hierin te proppen. Ik weet niet of het gaat lukken. Dus we will see. Maar elke maat was uitverkocht helaas. Oh, heel leuk. Zo, hier staat het gebouw. Maar ook deze is heel mooi. Hij is ook zo gevuld. Hij heeft zo van die BH-pads erin. Misschien dat ik ermee wegkom door de stretch. Hij is wel super stretchy. Maar ja, we will see. Maar omdat ik die dus in zo'n kleine maat heb gedaan, heb ik er ook iets extra's bij besteld. Ook in die kleur. Het is niet exact die kleur. Zie je dit? Deze is wat meer fel. Maar ik dacht, ik doe die erbij als extra voor als die andere echt niet past. En deze was er gewoon wel in maat S. En dit is gewoon zo'n handige top. Gewoon heel makkelijk. Deze hebben ze ook in elke kleur. Ze hebben echt best wel veel. Maar ze mogen echt wel de maten aanvullen. Like, hallo. Hallo. Bijna iedereen heeft S of M. Dus ja, die twee maten zijn echt belangrijk. Maar goed, dit is dus de top. Deze kan ook zo hierop. Als je niet zo bloot wilt zijn, dat je alleen dit draagt. Dus deze is van katoenen volgens mij. Ja, heeft ook wel wat stretch. Dus ja, ik ben gewoon benieuwd naar deze outfit. Oké, mensen, dit is dan de support outfit. Ik heb mij in maat XS gepropt en het is gewoon gelukt. Het enige wat ik dus minder vind aan deze kleur is, zoals je kunt zien, hij schijnt ontzettend door. Dus als je hem haalt, moet je dat echt weten. Ik zou die er gewoon naar uithalen en klaar. Maar hier, hij schijnt wel echt een beetje door. Dus dat vind ik wel echt minder. Ook vooral hierachter. Ja, dit zou ik gewoon niet kunnen dragen, omdat hij zo extreem doorschijnt. Dus helaas, deze kleur, ze hadden hem misschien iets dikker moeten maken of wat dan ook. Ook had ik niet per se een maat groter hoeven doen. Deze is een beetje groot. Ik had ook gewoon maat M kunnen doen. En ja, ik heb me echt gepropt in XS. Maar ik moet zeggen, hij past op zich best wel gewoon. Voor de rest vind ik het wel echt heel mooi. Misschien in een andere kleur. Misschien in zwart of zo. Maar ja, gewoon die kleur is gewoon echt niet goed. En het is wel een beetje, ja, dunnig allemaal. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb sportoutfits van Shein die beter zijn dan deze. Dus ja, ik had wel eigenlijk wat meer verwacht of zo. Maar al met al is het wel mooi. Alleen ja, de kwaliteit is gewoon te dun en hij schijnt gewoon echt te veel door helaas. Oké, mensen, dan de laatste BN. Dit is weer kleding en dit heeft mij letterlijk mijn halve ziel gekost. Het is zo duur. Oh my gosh. En ik heb het over Nikki. Ik denk dat ook iedereen haar wel kent. Zij heeft haar eigen kledinglijn. Zij heeft ook nou haar make-up lijn. Maar ik dacht, ik hou het voor vandaag gewoon eventjes bij haar kleding. Het is echt rete duur. Het is echt rete duur. Het is gewoon echt high quality, top notch kleding. Dus je betaalt wat. Dus ik verwacht ook echt luxe kwaliteit. Want ik heb in totaal €466 hiervoor betaald. Voor dit pakket. En voor dat heb je misschien iets van, oh, dan heb je best wel veel. Nee, nee, ik heb drie dingen. Ik ben zo benieuwd. Ik moet wel zeggen, ik heb nog nooit iemand horen klagen erover. Dus iedereen betaalt gewoon die hoge prijs. Maar overal, van wat ik heb gezien, is iedereen ook gewoon echt blij met de kwaliteit en alles. Dus ja, zoals ik al net zei, ik ben bereid iets meer te betalen als de kwaliteit ook echt goed gaat zijn. Dus naar deze kleding ben ik heel benieuwd, want ik heb nog nooit iets van haar gehad. Dus laten we het openmaken. Oké, mensen, dit zijn dan de drie items. Ik heb één blazer met een broek die erbij matcht. En ik heb één jurk. Laten we beginnen met de hele look. Dus de blazer en de broek. En ik begin met de blazer. Oh my gosh, deze kleur is zo mooi. Deze is maar liefst €165. En je hebt hem in een aantal kleuren. Maar ik dacht, ik ga voor beige. Want dat vind ik wel mooi. Ik moet zeggen, hij is wel echt prachtig. Kijk even dit. Welke maat heb ik gedaan? 38. Want ik dacht, alles zal vast wel klein zijn. Dus ik heb maat M gedaan. Normaal heb ik eigenlijk maat S. Ik vind dit ook mooi. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon mooi. Ik vind hem er wel echt heel, heel mooi uitzien. Je hebt ook hier zo van die pads. Zo hier zo. Ja, ik moet wel zeggen, qua kwaliteit is hij wel mooi. Echt, echt heel mooi. Dus ik ben benieuwd naar deze blazer. Ik denk dat hij te groot is. Ik had misschien maat S moeten doen.
Maar ja, je kunt altijd nog ruilen, I think. Het is 95% polyester. En ik dacht, laat me het matchen met een broek. Dus ik heb hier een leren broek. Deze was ook duur. €135 voor een leren broek. Like, oh my gosh. De kleur is wel weer echt prachtig. Ik heb die gewoon wel gedaan in mijn maat, maat M38. En ik dacht, dit is misschien wel een leuke match. I will see it. De kleuren zijn niet echt identiek aan elkaar, maar whatever. Ik vind hem er wel heel mooi uitzien. Hij heeft ook hier zo stretch, dus hij stretcht wel zo mee. Dat is wel fijn. Ik vind ook dit heel mooi. Ik hou van goud. Ik draag altijd goud. En hij is ook high waist, vind ik ook altijd belangrijk. Ik hoop niet dat het mijn bil en mijn heupen plet, wat dit soort broeken wel vaak doen. Dus ik ben heel benieuwd naar deze outfit. Ik hoop dat alles gewoon past. Oké, mensen, ik zal even met alleen maar de broek beginnen. Dit is de broek. Op zich, de maat is op zich wel goed, zoals je kunt zien. Ik ben alleen niet zo'n fan van de stijl, want ik vind hem echt te wijd zo onder bij de benen, zeg maar. Zo, als je kunt zien, is het niet helemaal strak. Ik weet niet, het is niet echt. Misschien is hij gewoon te groot of zo. I don't know. Misschien had ik maat S moeten doen. Maar ja, ik vind hem wel mooi. Alleen hij moest gewoon echt helemaal strak tot aan mijn enkels. En dan had ik hem echt perfect gevonden. Dus ik denk gewoon dat ik gewoon één maatje kleiner moest doen of zo. Maar voor de rest is hij wel echt heel mooi. Goede kwaliteit. Lekker dik ook. Hij heeft hier een rits. Dus hij is echt heel makkelijk. En hij plet ook niet mijn kont. En dat vind ik altijd heel belangrijk, zoals je kunt zien. Maar hij is gewoon een beetje te groot. Nou, ook de blazer is te groot. Ik had gewoon maat S moeten doen. Oh my gosh. Hij is echt te groot. Hij is wel echt heel mooi. Ik vind de kleur ook echt heel mooi. I like it. Ik vind het ook mooi zo met deze broek. Maar ja, hij is gewoon echt te groot. Zoals je kunt zien, hij past echt helemaal niet goed. Ook hier is hij echt veel te groot. Dus ja, helaas jongens, ik heb alles te groot. Dus alles gaat gewoon terug. Zo is hij als je hem gewoon open draagt. Maar ja, ik weet niet waarom ik allemaal te grote maten heb gepakt. Ik heb ook gewoon met S. Maar goed, hij is wel echt goede kwaliteit. En dat is wat we vandaag wilden zien. Dus ja, I love it. Alleen de maten zijn niet mijn maten helaas. En dan het laatste is echt helemaal mijn ding. En het is een jurk waar ik echt, echt van hou. Kijk deze kleur even hoe mooi. Zo donkergroen. Dit is zo chic. Hij is €165. Ook wel weer wat geld. Maar deze vind ik er echt prachtig uitzien. Ik heb echt 100 van dit soort jurken die allemaal een stuk minder duur zijn. Deze heb ik in maat 38. Ook weer een maat M. Weer een maat groter dan wat ik normaal doe. Je moet hem wel even strijken. Maar voor de rest is hij wel heel mooi. Je hebt hem ook weer in een aantal kleuren. Hij voelt ook echt dikker aan dan mijn normale. Waar ik wat minder voor heb betaald. Je voelt wel echt verschil. Dat wel. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Ook heel mooi zo dit zo hier zo. Met een N van Nicky erop. Ik moet zeggen, hij is wel echt heel mooi. Ik hoop gewoon dat hij mij gewoon goed past en zo. Want dan gaat hij echt vaak worden gedragen. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Ik ben nu in mijn kwaliteit over kwantiteit fase. Dus ik wil nou gewoon allemaal betere kwaliteit alles. Dus daar hoort dit ook bij. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Oh my gosh jongens. Deze is echt geweldig. Kijk even hoe cute zo met hakjes. Deze had ook wel in maat S gekund. Ik weet niet wat ik dacht jongens. Als je iets haalt bij Nicky, haal gewoon jouw maat. Want het valt helemaal niet klein uit ofzo. Maar ik denk dat ik er wel gewoon mee wegkom. Maar S was toch wel ietsje beter geweest. Maar jongens, deze kwaliteit is echt insane. De kleur is mooi. Hij is goed dik. Hij is lekker lang. Kijk even. Oh my goodness. Ik denk dat ik hem gewoon hou. Ook al is hij maat M. Hij is zo ontzettend mooi. Ik ben er zo blij mee. Dit is echt iets wat ik zou dragen. Echt fantastisch. Lekker vrouwelijk. Echt amazing, jongens. Kijk hoe mooi. Deze kwaliteit is echt goed. Ik vind het, ik wil niet zeggen per se de prijs waard. Maar ja, je betaalt ook gewoon een klein beetje voor de Nicky naam. Maar goed, ik vind het wel echt, ja, deze is echt een aanrader. Echt fantastisch. Super mooi. En je hebt het nog in een heleboel andere kleuren ook. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de hele video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Let me know als je een deel 2 wilt zien. En laat me dan een paar BN'ers weten. Want ik kon er letterlijk niet meer vinden dan die ik vandaag heb laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou ook nog eventueel andere producten kunnen doen van ook gewoon deze BN'er. Let me know of je dat zou willen zien. En ja, ik ben echt kapot. Deze video heeft echt lang geduurd. Maar ik vond het wel weer heel leuk om te maken. En ik ben ook weer heel blij met al mijn nieuwe productjes. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!